Salarissen van leerkrachten van het binnenland zijn niet aangepast conform de nieuwe bezoldiging, zegt de voorzitter van het platform Leerkrachten Binnenland, Ogilvie Fernand, tegenover onze redactie. Alhoewel er gemaakte afspraken waren om de aanpassing te voldoen, is dit al een jaar uitgebleven. Daarom heeft het platform vanmorgen in vertegenwoordiging van enkele leerkrachten van het binnenland een petitie ingediend bij de waarnemend onderdirecteur van Algemeen Vormend Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En het is al een jaar lang dat we wachten op die verandering en nog steeds is dat niet gedaan. Dus we hebben daar werk van gemaakt dat men ons hoort en dat ze moeite maken om die dingen dan in orde te maken. Verder gaat het ook erom dat bepaalde leerkrachten geen woning hebben in het binnenland. Woningen worden verhuurd voor de leerkrachten en het ministerie heeft dat nog steeds niet uit. Het is nog steeds niet, die huurders zijn nog steeds niet uitbetaald. Dus die leerkrachten zitten straks als het ware buiten, want ze hebben dan geen woning om terug te gaan. Verder ook nog leerkrachten die hun vergoeding nog steeds niet hebben gekregen vanaf vorig jaar. Die last hadden van wateroverlast, ze hebben nog steeds niets gehad. En nog heel wat andere problemen waarmee die leerkrachten te maken hebben. En dit is al een jaar gaande. Fernand zegt dat het standpunt van de leerkrachten is om niet naar het binnenland te vertrekken alvorens de te betalen bedragen zijn voltooid. De leerkrachten hopen op een spoedig dialoog vanuit de zijde van de regering. De leerkrachten hebben in hun brief een ultimatum gesteld van 25 april 2023.